Oké, ik geloof het wel, ik geloof het wel. Voordat we de straat over ook. Zou dit de opvolger kunnen zijn? Bro! Ik denk de sleutel van de nieuwe auto. Ja. Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Het is vandaag weer een nieuwe dag. En kijk, za, mijn ontbijtje is hier net lekker klaargemaakt tijdens dat ik aan het editen was. Door Jade Anna van Vliet. Die... Wow, waarom ben je voor jezelf zo'n extreem lekker ontbijt aan het maken? Omdat voor mij jij dit niet lust. Als ik dit voor jou had gemaakt, had ik gaan huilen. Hoezo, wat is dit? Banaan? Banaan met kwark. Nou, nee, laat maar zitten inderdaad. Nee, jongens, ik vind dit heerlijk. Pita broodjes met kaas en ham. Heerlijk! Ik hoop dat jullie allemaal weer hartstikke veel zin hebben in een nieuwe vlog vandaag. Ik heb gisteren natuurlijk echt een hele... Ja, spannende, een beetje een bijzondere dag gehad. Omdat we gisteren langs 4 huizen geweest zijn. En dat zit ik dus net allemaal hier eventjes terug te kijken op de vlog. Want het waren een huis, jongens. Kijk eens, ook deze met die mooie ramen en alles. Ik vond het echt super interessant om te zien. En eigenlijk zou je het allemaal maar even moeten terugkijken als je de vlog van gisteren niet gezien hebt. Want het was ook echt daadwerkelijk heel interessant om te zien. Oh, ga je nou daar zitten? Ja. Dan kom ik hier zitten. Maar ik heb er een nachtje over geslapen en ik heb het natuurlijk nu allemaal lekker een beetje laten bezinken. Dus ik weet wat meer. Ik weet ook wat ik wel wil, ik weet ook wat ik niet wil. En dat is wel fijn. En ik kan het misschien straks wel even een beetje aan jullie gaan vertellen. Maar eerst, voordat ik dat ga doen, ga ik even lekker genieten hier zo van mijn ontbijtje. Deze dingen zijn ook zo top, hè. Die cappuccino's van de Starbucks. Hey, ik heb dus net een afspraak gemaakt met Jade. Als Jade naar huis in gaat, dan mag jij lekker mijn kat hebben. Hè? Ja. Je hebt er de hand op geschud. Ik heb net al. Laten we nog één keer. En dan staat het vast op beeld. De hand op schudden. Jij mag Snips in zijn poekje hebben. Oké. Okay. Alsjeblieft. Godsam, jongens. Wat word ik gek van deze beesten. Oh, oh, oh. Nou, eigenlijk al die pluk. Wat zeg je? Eigenlijk wil ik alleen Snips. Hoezo? Omdat ik Snips leuk. Die beesten terroriseren zo erg mijn huizen. Dat is niet normaal. Maar deze meneer is echt de ergste. Jij bent echt nummer 1. Dit is gewoon de hel, deze poes. De poekenpoes. De poekenpoes is echt zo'n ondeugende kat. Maar joh, jongens, ik zou ze voor geen goud wegdoen. Maar dat zijn me een terroristen, deze beestjes. Nee. Dan wordt hier weer gevochten. Jongens, laat elkaar nou eens met rust. Poekie heeft zich overgegeven. Snif, Poekie heeft zich overgegeven. Dit betekent dat hij zich overgegeven heeft. Hand omhoog, Poekie. Handen omhoog. Goed zo. Laat elkaar met rust. Kunnen jullie gewoon een keer aardig zijn voor elkaar? Vriendjes zijn, alsjeblieft. Neem een voorbeeld aan Snies. Snies is een dikke kat. Snies boeit het leven niet. Die denkt alleen maar aan eten. Oh. Godsamme. 2 seconden. Bro! What the fuck? Check die plukken. We zitten hier recht in de battle. Oh, yo. Ja, er is dus vanochtend bij mijn auto naar de sportschool gegaan. Oké, wacht. We drukken op mijn stand. 1. Even kijken. Ja, naar achter. Oh, het valt nog mee. Ik dacht dat het langer zou duren voordat hij weer terug zou zijn in mijn stand. Zo erg zit Jade er zo niet op het stuur. En hoe was het om in mijn auto te rijden? Ja, leuk. Lekker? Ja, het wel lekker, ja. Ja? Beter dan je eigen auto of dat niet? Ja, anders. Tuurlijk, het is een duurdere auto, dus je merkt wel verschil. Ja, Porsche rijdt wel echt lekker, hè? Ik heb zeker geen spijt van mijn auto, maar ik vind het wel altijd leuk om dan even in jouw te rijden. Even wat anders uit te proberen, ja. Zeg maar. Ja. Jade heeft namelijk natuurlijk de eigen auto niet, die staat in Heemskerk. Dus ik ga Jade nu naar Heemskerk brengen. Uurtje rijden. Maakt niet uit, ben het gewend. En daarna gaan wij ook nog eens even iets leuks doen. Maar dat ga ik jullie straks vertellen. Ga jij maar even lekker je make-upje doen en je dingetjes? Ja. Je gezicht in smeren. Smeren. Daar heb je nu alle tijd voor. Oh mijn god, ik heb jou net een stoot gegeven, jongens. Ze maakt zo'n bij de hand opmerking. Kijk dan. Oh, sorry. Oh, sorry, dat kan echt niet. Sorry, Jaad. Oh, sorry. Hé, moet ik even stoppen langs de weg? Hé, moet ik even stoppen? Sorry. Ik wil hier echt niet zo hard slaan. Nee, jongens. Is dat mijn kippie, flippie? Het lijkt wel echt op een plek. Alsof je zeg maar keihard gehit bent hier zo. Oh, maar het is bruin. Ja, dus? Zou best kunnen zo, hoor. Ik zou het wel geloofwaardig vinden op zich. We zijn bijna de tunnel uit. Er komt een liedje. Wist je dat er een nieuw nummer uit is? Zo, nou, er komt elke dag een nieuw nummer uit. Nee, maar die heet Padellen. Echt, ja, van Turfy Gang. Ja. Ja, we moeten weer een keer gaan padellen in Nederland, ja. Vind ik. Wij vinden padellen dus echt super leuk, jongens. Alleen, ik moet het echt even wat vaker vloggen, zodat jullie kunnen zien hoe extreem goed ik ben. Hoezo? Ik ben toch best wel goed? Ja, maar dat hoef je niet zo uit te spreken. Best wel goed, ja. Ik ben best wel goed. Nou, dankjewel. We zijn bijna in Heemskerk, jongens. Het is nog 2 maandjes tot Jade de huisje ingaat. 3. Nee, jij zegt steeds 3. Het is nu al bijna 2. 2,5 is het. Kijk, ik vind het altijd een coole camera, zo die rechter. Zie je? Dat je gewoon precies ziet of je binnen de lijnen rijdt of niet. Ja,
Ik zit mooi binnen de lijntjes. Jade en ik hebben een leuke cadeautje gekregen. En dat ligt dus thuis bij haar in Heemskerk. Nou, en het heeft met mijn auto te maken. Dus ik ben benieuwd. Dat is leuk. Ja, dat is altijd leuk. Dat is altijd leuk. Altijd als het iets met auto's te maken heeft, dan vind ik het leuk inderdaad. En als cadeautjes zijn. En als cadeautjes zijn, ja. Zo. Jongens, ik heb een beetje last van mijn keel. Deze dagen. Ik hoop niet dat ik weer een keelontsteking ga krijgen. Dat is echt kut. Als je vaker een keelontsteking krijgt, dat betekent dat je je amandelen eruit moet halen. Ik heb mijn amandelen. Heb je toch nog? Ja, ik heb die. Oh, ik dacht dat je die eruit had. Nee, die heb ik dus nog zitten. Heb je wel eens van die opgezette? Ja, nu dus best wel. Maar ik had het echt een maand geleden ook. Als ik het nu weer krijg, dan moet ik ze straks eruit gaan laten halen. Ik had het ook. Weet je nog die tijd dat ik dat elke keer had? Ik heb dat nu echt al heel lang niet gehad. Heb je ook je amandelen nog? Ja. Oh. Maar ik had elke keer dat mijn klieren en mijn keel erop gingen zitten. Waarom doe je dit? Oh, zo. Holy shit. Ja, maar dat is echt kut, man. We zijn binnen en hier ligt het cadeautje. Kijk eens aan. Nou, maak jij maar open. Wacht, er staat eerst op. Jou. Porsche Design. Ja, maar jij mag hem openmaken. Of nee, ik maak hem anders open. Ja. Nou, wat zal het zijn, jongens? Ik denk een... Ik denk een nieuwe auto. Ik denk de sleutel van een nieuwe auto. Ook, ja. Oh, ja. Oh, zit er een sleutel in? Nee. Oeh, hij is wel cool. Oh, het is echt een bril van Porsche. Hé, maar dat is wel dik bij mijn auto. Nee. Ja, staat hij ook? Of moet ik hem een beetje bijstellen? Ja, is goed. Ja, wel? Ja. Als Edith het zegt, dan is het goed. Ja, ik vind hem ook wel schattig. Oké, nou, mooi. En wat heb jij gekregen? Ik heb ook een bril gekregen. En dat is? Zo, van Gucci, doe maar. Gucci. Doe maar, doe maar. Hoe is het met je zonnebrillencollectie? Kijk. Nou, nu weer goed. Ah. Wow, ja, jongens. Kijk eens aan. Ik heb mijn bril gelijk even opgedaan. Hoppa, het is namelijk echt lekker zonnig vandaag. En jongens en meiden, ja, die zitten, zoals je hier ziet, niet naast me. Wij gaan namelijk naar Aalsmeer toe, naar de Land Rover dealer, de Range Rover dealer. Omdat zij dus daar de nieuwe Range Rover Sport hebben staan. En ik heb het er wel eens een keer met Jade over gehad. Ik doe hem even af, want ik vind het persoonlijker om zo te praten natuurlijk tegen jullie. Ik heb het er wel eens met Jade over gehad van, oké, maar... stel je voor, hè? Wat zou dan de opvolger zijn van jouw auto? Niet dat ze al op zoek is naar een nieuwe auto natuurlijk. Want ze is toch super blij met deze en dat is echt een topding. Maar we mochten dus wel een stukje daarin rijden. Want zij zeiden, nou, dat zou dan de nieuwe Range Rover Sport zijn. En dat ding is echt prachtig, is net uit. En daar gaan Jade en ik dus nu samen eventjes naar kijken. Misschien dat ze straks wel verliefd wordt. Maar dat denk ik niet, want ze heeft net een huis gekocht. Dus het is niet dat ze een nieuwe auto gaat kopen. En ze heeft deze auto net 8 maanden, denk ik, of zo. Maar het is natuurlijk altijd leuk om even daarin een rondje te maken. En te kijken van hoe het rijdt en of het überhaupt ooit een opvolger wel zou kunnen zijn. Dus ik ben zelf ook benieuwd. Ik ben een Range Rover fan geweest. Ik heb er 4 gehad. Ik stond op een gegeven moment zelfs bekend als de Range Rover boy op YouTube. Dat weet ik nog wel. Die SVR, die oranje jongens, dat was echt een van de dikste auto's die ik ooit gehad heb. Na de Ferrari dan. Maar vandaar, ja, die staat achter me. Je kan haar net zien in mijn spiegel. Dus let's go. Half uurtje rijden, daar gaan we. Ja. Wat een dikke Range. Daar komt ze hoor. Oeh, het vrouwtje. Deze tante heeft mij gewoon even ingehaald. Die is er gewoon eerder. En hier zijn we dan. Ja. Jongens en meiden, waar ik al mijn auto's zo wat gekocht heb. Kijk eens, we zijn binnen. Ik was nog net even een puntje op de jongens. Oh shit. Hallo, alles goed? Goedemiddag. Lang niet gezien, ja hè? Zeker. Hallo. Leuk dat je er ook weer bent. Zeker. Nou ja, we hebben weer een winkel vol met moois. Hey. Oh. Zo, jij hebt ook lang niet gezien. Goed, wel. Goed met jou? Hoi. Ja, het is weer een snoepwinkel hier inderdaad. Kijk hem eens even staan. Oho. Dit is hem dan. De allernieuwste. Wauw. We krijgen even een korte tour hier gelijk van Harold. Kijk jongens, er staan die auto's weer. Natuurlijk een SVR ook, uiteraard. Blijft altijd gek, maar check deze. Dit is een van de duurste Range Rovers die ooit gemaakt is. Hier, dit is een Vogue met kistetjes. Hier, let op. Nou, er zit gewoon tapijt in. Dat is wat ziek, hè? Kijk dan, ook hier een hele klok inderdaad. Ik weet niet wat er nog meer is. Ja, schermpjes heb je. Het is niet normaal. Maar dit moet je niet zelf rijden. Dit is 10 keer leuker om achterin te zitten. Ja. Toch? Kijk hoe ver je ook gewoon... Ja, het is wel dik als je zelf rijdt en dat er je vrienden... Ga maar achterin zitten. Ja, klopt. Eigenlijk moet ik hier zitten dan natuurlijk. Ja. Zo'n auto hoort dat wel. Zo, maar wat ook een 5 liter V8. Zo. Dat klinkt lekker. Zo. Met een afstandsbediening erbij. Om de kleppen dicht te doen. Achter deze. Oh! Zo! Holy shit! What the fuck? Ja, dat mag je ook niet met deze auto. Je denkt het is een hele nette auto dit toch? Ja. Oh, dit maakt hem al heel fout. Nou, wel dik toch? We zetten het uit. Ja. Nee, wat hier wel cool is, kijk, hier heb je voor je champagne. Nee joh! Een koelkast. Daar kan de fles champagne in en 2 glazen.
Dan kunnen we hem ook weer dicht doen natuurlijk. En ja, hier heb je je afstandsbediening en je bekerhouders. Oh ja. En als je deze omhoog doet, dan kan je hier, even kijken hoor, dan moeten we deze indrukken, kijk. Wat is dit? Net als in het vliegtuig. Oh, dan krijg je dat soort tafeltje die je zo over je heen kan doen. Hou op. Wat? Er zit ook een oplader hier, zo zie ik. Ja. Nee, hou op. Als je dat neerzet, dan kan je hier je tablet in doen. En als je dat nog niet mooi vindt, kun je dit ook. En wat betaal je voor deze auto? Ja, hij kost nieuw ongeveer 3 ton. Ja? Wij vragen 160.000 euro. Oh, zo! Ja. Waarom? Hij is niet nieuw. Hij is niet nieuw. 160.000, dat valt echt heel... Mijn Porsche was duurder. Mijn Porsche was duurder. Waarom hebben jullie het niet gekocht? Deze is 2019. Ja, oké. Okay. Maar wel echt heel mooi. Nee, maar dit moet je gewoon hebben als je een chauffeur hebt. Ja. Is het wat, Jaad? Ja, hier zou ik wel aan kunnen wennen. Opmerkelijk, heb je nooit genoeg. Hè? Allemaal flesjes ook nog. Oh, ik dacht dat dit flesjes waren, maar het zijn... 12 volt aansluiting, hier kun je nog wat tussen. Hier ook nog. De auto, jongens, waar wij een rondje in gaan maken. Kijk eens, Harold rijdt hem hier naar buiten, jongens. De nieuwe Range Rover Sport. Je ziet hem ook zo goed in het daglicht naar buiten komen. Mooi ding, hoor. Prachtig is het. Heel mooi. Kijk eens. Het nieuwe model inderdaad met die nieuwe achterkant. Ja, de voorkant is volgens mij ook natuurlijk helemaal nieuw. Eigenlijk is alles nieuw. De binnenkant ga je straks ook zien. Kijk. Well, eigenlijk is dit zeg maar het grotere model van Jader, de auto die je daar ziet staan. Ik krijg even een uitleg van Harold hier zo, jongens. Kijk even naar dat interieur. Dat vind ik wel heel, heel chic. Het lijkt een beetje op mijn Velar toen, weet je nog? Ja. Ja, die had ook dit witte. Ja, met de Engelse vlag. Ja, klopt. Kijk eens even, hier dit stuur en dit en hierachter. Ziet er echt heel strak uit. Deze heeft ook die binnenspiegel erin zitten. Dat als je... Oh, dat de camera wordt. Ja, wat de Defender ook heeft. Kijk, dat moet je zo doen. Oh ja, kijk dan. Zie je mijn kassie lopen? Ja, dan wordt de camera. Als je dan zo doet, hop, dan wordt het weer normaal spiegel. Nog helemaal nieuw. Ja, lekker hè? Zo, wat een groot scherm. Het staat 157 kilometer. Dus dat is een goed nieuw deze. Ja, moeilijk te leveren, maar wij hebben er 4 op voorraad. Er komt nog een Bordeaux rood aan. Dus niet verkeerd. Check deze functie. Je kan het ook via het scherm hier zo. Ja. Kan je stoel bijstellen, let op. Hoppa. Dus kan je zeg maar je zijwangen, dat zijn deze dingen, die kan je dichter naar elkaar toe doen. Wordt nu bij jou. Ja, ik zit nu heel strak in de stoel, zeg maar. Nee, dat is nu zeker. Hij mag gewoon iets minder strak. Check deze camera's. Kijk van de auto, even kijken. Kan ik hier draaien? Hier klikken. Oh, ja. Kun je de stoep zien? Ja, jij bent nu de Range Rover kennen, hè? Wow. Kijk hoe gaaf. Je ziet precies dat we hier zo nu zo staan, inderdaad. Check deze functie. Je kan dus nu je auto automatisch uit laten rijden. Trap remmen om de manoeuvre te starten. Nee, maar we gaan maar naar rechts, toch? Oké, doe maar naar rechts. Dan moet ik mijn remmen drukken. Ga ik nu mijn remmen drukken? Ja. Druk op start en laat rem los. Start. Rem los. En nu? Nee. Nee, toch? Oh, hij gaat automatisch knipperlicht. Jij doet niks, hè? Ik doe helemaal niks. Oh. Oké, ik geloof het wel. Voordat we de straat op rijden, daar zit ik niet op te wachten, jongens. Wow. Oké, verder gaan, terug naar start. Hè, maar even, als we even eerlijk zijn, wanneer gebruik je dit nou? Dat, toch? Hier dat je dat helemaal hebt ingesteld, ja, dat had je al weg kunnen zijn. Dan moet je wel heel bang achter het stuur zijn, zeg maar. Ja, of een slok op hebben. Ja, of dat inderdaad. Of het moet een heel krap plekje zijn in een parkeergarage. Als je het echt niet durft. Ja, just to be sure. Ja, ja, maar dan zou ik het toch alsnog liever zelf durven dan naar mijn auto overlaten. Ik zou dat ook niet zo snel durven, hoor, denk ik. Ja, het is wel leuk, je kan wel, zeg maar, je kan het wel laten zien van dit zit op de auto. Ja. Welkom bij de vlog, jongens. Dit zijn mensen echt gewend van ons eigenlijk, hè, van het begin. Een grote Range Rover zitten, weet je toch? Zo leer ik jou kennen. Ja. Nee, toen had je... Oh! Nadeeltje. Het is te glad. Het is een glad dashboard. Wat wilde je zeggen? Toen ik jou leerde kennen, had je je Velar. Ja, maar wel een grote Range. Deze bekleding Zo, man, dit ding is huge, joh! Ja. Dit is echt groot. Ik zit ook vet hoog op de weg. Kijk, dan even mijn spiegeltje. Ja, maar goed. Dat ben jij sowieso niet gewend. Ja, ik zit nu heel laag op de weg, inderdaad. Maar wat vind je ervan? Ja, echt fucking mooi. Als je dit nu ziet, denk je dan niet kut. Nee, dan denk ik alleen maar... Zo, hiervoor mag je nog harder gaan werken. Ja, heb je dat? Ja. Maar dit zou wel een opkomst... Maar ik had het daar laatst met jou over. Dat heel veel mensen, als ze iemand anders zien die iets dikkers hebben... Ja. Dat ze dan jaloers worden. Maar als ik Of afgunst. Zo van, je moet er niet cool mee Terwijl doen. Terwijl als ik iemand of iets zie wat ik wil hebben... Dan denk ik alleen maar, oké, mooi, dan kan ik daar naartoe werken. Precies. Maar dat heb ik ook. En dat motiveert heel erg. Zeg maar, als ik mensen zie die het beter hebben dan ik... Dan denk ik, oké, ik wil niet per se nog beter. Maar het motiveert wel. Nee, maar dan denk ik, het kan dus altijd beter. Ja. Dus let's go. Het is gewoon echt motivatie. En dat heb ik dan echt als ik zo'n auto zie. Dan denk ik... Niet van, kut, waarom heb ik nou meiden? Dan denk ik, ik ben hartstikke blij met wat ik heb. Maar, dit is wel iets wat ik ook graag zie zou Zie je wel hierin zitten ooit? Nou, jawel hoor. Zou dit de opvolger kunnen zijn? Nou, ik denk dat het wel een grote stap is. Of wordt dit hem? Sowieso. Misschien over 2 jaar. Ik weet niet wanneer ik een nieuwe auto zou willen. Nee. Maar, als het zou kunnen, zou ik dit wel heel dik vinden.
Ik vind het voornamelijk natuurlijk heel erg leuk om eventjes deze nieuwe auto uit te proberen. Ik moet zeggen, het voelt echt weer aan als een vrachtwagen. Zo hoog, jongens, dit ding. Maar dat is echt weer even wennen. Want van mijn Panamera kom ik natuurlijk heel laag. Die ligt echt laag op de weg. Maar het is wel prachtig met dat witte stuur zo. Wat ik voornamelijk gewoon altijd heel leuk vind om te zien is ook gewoon de vooruitgang van de technologie. Zeg maar al die foefjes en dingetjes die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Maar wat wel gewoon leuk is om te zien op zo'n auto. En daar vind ik ook altijd leuk om nieuwe auto's te testritten. Het is wel echt een kanon hoor. Ja, dat gaat even rijden. Ik heb wel even een stukje gereden. Nou, trouwens heel kort maar even. Maar we hoeven ook niet per se veel langer. Ik vind hem echt mooi. Dit ook hier. Kijk, die achterkant, die pijpjes hier zo. Wauw. Oké. Ja, de Anne gaat rijden. Ik ben heel benieuwd. Wat je ervan vindt. Oh, kijk, daar zit ik kom niet eens met mijn voeten bij de... Die witte bekleding staat jou wel, man. Dat past wel echt voor jou. Dit is wel echt jouw ding of zo. Witte bekleding is ook, vind ik, vaak wat vrouwelijker. Staat ook mooi. Ik heb zelf zwarte bekleding. Ja, je hebt zelf zwarte bekleding. Ik denk dat mijn bekleding niet vrouwelijk is. Jawel, maar wit is toch altijd, zeg maar, wat chiquer of vrouwelijker, vind ik. Ja, daar zit de startknop. Daar gaan we! Oké, kijk. Het voelt echt alsof ik buschauffeur ben. Dit is echt die Range Rover mama ding toch, zeg maar. Oh, dit is wel lekker zo'n steentje. Ja, dat heb je bij de sport. Ja. Waarom heb ik dat niet? Dat wil ik ook. Je hebt een Evoque. Fucking lekker. Je postte toch laatst nog een story met, ik voel me echt een Range Rover mama vibe. Dit is wel echt zo'n gezinsauto toch? Ja, zeg maar, als je kids hebt, kan je ze wel je echt gewoon vol met ruimte achterin gooien. Dit blijf ik wel echt een van de leukste functies vinden. Kijk dit. Check dit. Je kan dus gewoon echt een camera. Die zit achter op je auto en die kan je tijdens het rijden kan je die dus ook gewoon gebruiken. Zie je dat? Dat is echt heel vet. Dat is toch lijp? Dat is gewoon eigenlijk, je spiegel is gewoon een schermpje. Oh, maar het is wel een beetje trippy. Nee, ik vind dit echt... Wow, joh, dit vind ik echt dik, man. En zo komen we weer terug. Weet je wat deze auto heeft? Nee. Nog één lauwfunctie. Kijk naar de gordel. Nee, de andere. Daar beneden. Licht. Ja, hij geeft licht. Dat wanneer het donker is, kan je je gordel vinden. Dat is wel echt een goeie. Hoe vaak hebben we dat je je gordel niet kan vinden in het donker? Wow. Ja. Dat is vet handig. Hele handige functie. Dat moet elke auto hebben. Ja, de Anna gaat er vandoor. Ja. Wat ga je doen? Ik ga naar Miron toe. Ga je naar Miron toe? Ik ga naar Miron. Nou, wat een gezelligheid. Doe er de groetjes. Ja, zal ik doen. Oh, ja, pakt het wel slim aan. Kom je in mijn vlog vandaag? En in die van Enzo. Nou, helemaal slim. Ik het erom doen, hè? Helemaal slim aangepakt, ja. Hey, doei, doei. Oké, doei. Zo, en ik ga hier eens mijn eigen auto in. Nou, lijkt trouwens, deze kleur van mijn auto lijkt wel echt op die auto waar we net in gereden hebben. Hatsa flatsa. Nou, dat was echt leuk. Ja, Jada was wel helemaal verliefd op die auto, moet ik zeggen. Maar zoals ook al zei, ze is niet op zoek naar een nieuwe auto, een nieuwe fiets. Dus niet nu, in ieder geval. Ik ben dus weer in ieder geval onderweg naar huis, jongens. Het is zonnebril wel chill. Ik vind hem lekker. Weet je wat ik vroeger wilde? Ook altijd, zeg maar, een zonnebril hebben. Dat je je ogen niet kon zien. Het is wel lekker privacy zo, zeg maar. Mensen kunnen niet zien waar je naar kijkt. En dat was echt een van de redenen waarom ik vroeger eentje wilde. Zodat mensen niet konden zien waar ik naar kijk. Dat klinkt alsof ik echt alleen maar naar vieze dingen kijk. Maar dat is gewoon chill of zo, snap je? Ik denk dat heel veel mensen dat gevoel wel begrijpen. Gewoon, die zonnebril is toch lekker. Je kan het bijvoorbeeld nu niet zien waar ik naar kijk. Nee, misschien kijk je wel aan. Misschien kijk ik wel naar... Ja, ik wil mezelf vast. Is dat wat ik bedoel? Ik ben weer lekker thuis. En jongens en meiden, binnenkort begint er een grote schoonmaak dus van mijn huis. Is nodig. En dat is één. Zo, mijn stem. Het terras. Want dit is verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. Kijk eens. Dit gaat allemaal schoongemaakt worden. En al het groene plekken, alle viezigheid hier zo op het hele terras. Nummer twee is... Dit hier zo. Ja. Wie weet nog waar dit door komt? Ik ben wel benieuwd. Want voor de mensen die echt mijn vlogs goed volgen. Die weten 100% waardoor deze vieze smerigheid. Waar dit door komt. Dit is namelijk heel vies. Het zit er al heel lang op. En het moet er nog steeds af. En nummer 3. Dat is hier zo. Heb ik al een keer eerder in de vlog aangegeven. Kijk eens aan. Ja. Heb je zo'n mooi huis. En dan zit dit allemaal los. Volgende week ga ik het allemaal doen. Ga ik het allemaal in één dag aanpakken. Want dit kan niet, hè. Dit kan niet. En het huis moet dan weer lekker helemaal zomaar ready gemaakt worden. Vooral als je hier zo kijkt. Hop, dat lekkere weertje zo ziet. Oh ja, je ziet het een beetje door de... Nou, kijk, zo zien we het nog beter. Ja, dit is toch top. Heerlijk. Oh my god. Nee. Nee. Jongens, dit meen je niet. Grappie, ze zijn er nog hoor, ze zijn er nog. Kijk eens aan, Yoda. Deze eend lijkt trouwens wel echt op Yoda. Maar Yoda is jammer genoeg of echt verstoten of echt dood, jongens. Dat weet ik niet. Die hebben we gewoon nooit meer gevonden, hè. Dat is eigenlijk zo raar. Die eend hebben we gewoon nooit meer gezien. Ze waren altijd met z'n drieën. Oh, zo. The fuck? Hij ziet hem aan. Hoe zag je dat? Hij ziet dit echt als bedreiging, volgens mij. Wat?
Kijk uit, jongens. Wajo, dit is eng. Kijk dan, wil jij blijven wonen waar je nu woont? Wat? Dit is echt lijp enge toeval. Zie je, ik haal deze net eruit. What the fuck? Oh, dit was echt eng. Dit was echt eng. Dit is echt heel eng. Wajo, oké. Nou, dat weet ik niet. Of ik wil blijven wonen waar ik nu woon. Dat moet ik nog uitzoeken. Zo, ik zal je nog even een beetje verduidelijken, jongens. Maar gisteren zijn we natuurlijk bezig zoeken naar, of bezig kijken bij appartementen. Het kan natuurlijk altijd alsnog zo zijn, hè. Dat straks als ik bijvoorbeeld voor de tweede keer ga bezichtigen. Want ik heb weer wat nieuwe appartementen op het oog. Ook echt een paar waarvan ik echt denk van, oké, dit zou hem echt wel kunnen worden ook. Maar het zou kunnen zijn dat ik volgende week denk van, nou, weet je. Ondanks dat deze appartementen het echt helemaal zijn en ik ze echt prachtig vind. En ik er helemaal verliefd op ben, dat ik het straks misschien het toch niet waard vind om mijn huis daarvoor weg te doen, snap je? En dan ga ik uiteraard alsnog heel mijn interieur en alles aanpakken en weet ik veel wat, een zwembad laten bouwen in de tuin en alles. Want ik snap, ik ben ook bezig met die plannen natuurlijk, die staan ook zeker niet stil. Maar ik ben gewoon echt letterlijk aan het oriënteren. Plus, als ik straks gewoon wat ik zeg 1.5 of 1.6 kan krijgen voor dit huis, dan maak ik gewoon 3 of 4 ton winst in 2 jaar. En dat zou echt een zieke klapper zijn natuurlijk. Dus dat is ook helemaal geen onlogische keuze die ik dan zou maken. Met oog op de toekomst ook. Dus ja, ik neem jullie gewoon lekker helemaal mee in dit avontuur. Ik zie natuurlijk allerlei verschillende reacties van mensen die mij compleet niet begrijpen. Van, Jill, what the fuck, waarom zou je het huis ooit wegdoen? En ook voor mensen die het wel begrijpen en alles. En dat is natuurlijk, ja, dat is altijd zo. Maar ja, ik neem jullie gewoon helemaal mee in het avontuur. En waarschijnlijk gaan we volgende week dus weer bezichtigen. Wat leuk wordt. Waar ik super veel zin in heb ook. En morgen, zoals ik al zei, dus heb ik een afspraak ook bij de ING. Om te kijken wat ik überhaupt maximaal kan lenen qua hypotheek. Stel je voor dat straks gezegd wordt, je kan zelfs voor 4 of 5 miljoen. Niet dat ik dat dan gelijk wil. Want dat is wel heel overkill en next level. Maar dat is een beetje de vraag. Oh shit, mijn camera ging. Jongens, ik lees ook trouwens echt 2 hele mooie reacties. Of een mooie reactie waarmee ik eigenlijk precies jullie mijn gevoel mee kan uitleggen. Voor de mensen die denken, waar komt dit allemaal ineens vandaan? Even, ik ga jullie eens even voorlezen. Ik ben toch wel benieuwd waar dit allemaal zo plotseling vandaan komt. Je benoemde de woning die je nu hebt telkens als jouw droomhuis. Zeker waar. Je hebt voor 1000 euro's in die woning laten verbouwen. Ja, rond 50.000 euro. Je hebt een offerte aangevraagd voor een zwembad in je tuin. Je hebt er zelfs een aantal ontwerpen voor laten maken als ik goed heb. En zelfs een vergunning aangevraagd bij de gemeente. Dat klopt. Nou, vergunning is nog niet aangevraagd trouwens. Dan ging je in een huis met een binnenhuisarchitect. Je hebt daar een aantal afspraken mee gehad. En ze heeft heel jouw interieur naar jouw wensen ontworpen. Je hebt dat zelfs met ons gedeeld. Ja, dat ging het worden. Dat is echt geen smaak. So far so good. Zeker waar, heb ik inderdaad gedaan. Dan kom je met het verhaal dat je me bedreigt. Je hebt rondom je huis een totaal bewakingssysteem. Je zou ook kunnen kiezen voor een goed beveiligde poort, zodat mensen niet zomaar op jouw terrein kunnen komen. Toen je dat eerste appartement had, stonden er ook elke dag kijkers aan de deur. Weliswaar bereden, maar toch. Ik vraag me echt af wanneer je denkt, het is goed zo. Ik ben nu blij met wat ik heb. Het moet altijd groter, duurder, meer en steeds over de top bij jou. Op die manier ga je nooit geluk vinden. En dat is niet waar. Want er staat een hele mooie comment onder, die precies mijn gevoel beschrijft. En wat ik ook duidelijk gemaakt in de vlogs, en geprobeerd dat duidelijk te maken. En dat is deze. Luister, hij vindt het te groot voor hem alleen. De locatie is niet ideaal. Het huis zelf is super voor werk en onderhoud. Zoals de tuin, de vijver, alles. Terwijl, hoe vaak ben ik nou eigenlijk daadwerkelijk thuis? Logisch dat hij dat niet in zijn eentje wilt. Doordat zijn relatie niet goed ging en ze te veel op elkaars lippen zaten, is hij in een andere levensstijl terechtgekomen. Dus hij wilt iets kleiner, maar net zo dik qua huis. Klopt. Ik ben inderdaad sinds de break-up natuurlijk in een compleet andere levensstijl terechtgekomen. Ik woon niet meer samen, dat is heel anders. Waarschijnlijk wilt hij nog een vakantiehuis kopen die wel dezelfde ruimte biedt als zijn huis, maar dan in een mooi warm land met een zwembad. Snap je nu waar dit vandaan komt? Het is totaal niet plotseling als je zijn vlogs hebt gekeken en echt luistert naar wat hij vertelt qua gevoel. Precies, dankjewel. Deze persoon omschrijft precies hoe het zit. Tuurlijk, het is mijn droomhuis en tuurlijk, ik ben verliefd op dit huis. Maar ik zit nu in zo'n andere levensstijl inderdaad. Omdat ik niet ik ga hier niet samenwonen met haar. En aan de andere kant wil ik gewoon weer wat meer drukte, wat meer reuring om me heen. Dat is een beetje het ding. En ik zit nu inderdaad ook weer voor grote appartementen te kijken. Maar een appartement, groot, is veel anders. Even heel anders dan een groot huis met tuin. Dat is echt een heel ander gevoel. Ook omdat je midden in de stad zit en niet in een dood dorp. Dat is een heel ander gevoel. En die gevoelens heb ik allebei gehad. Omdat ik natuurlijk al in een appartement gewoond heb. Dus ik weet precies hoe dat is. Ik begrijp dat het misschien moeilijk is om dit gevoel over te brengen. Maar ja, zoals je weet, ieder mens is anders. Het is niet dat ik hoef niet steeds groter en meer en meer en meer. Het is puur het gevoel. Wat ik bij deze plek en dit huis heb op dit moment. Het is altijd makkelijk om dan te zeggen van, je hebt geld te veel, dus je weet niet meer wat je moet. Dus van gekkigheid ga je maar gekke dingen doen. Nee, dat is het niet. Tijd voor een lekkere pizza in de oven, jongens. Kijk eens aan. Hop.
Pizza mozzarella. Oh, snel dicht, anders beslaat mijn camera. Ik moet namelijk nog even wat achter mijn computer doen, dus kan ik mooi tegelijkertijd even een lekkere pizzatje naar binnen werken. Ben ik de enige trouwens die bijna overal altijd zout en peper op doet? Zelfs op zijn pizza, jongens. Zelfs op zijn pizza een beetje zout. Klein beetje peper. Ploep, ploep. Twee, drie. Heerlijk. Top. Kijk, doe het niet op mijn broodje pindakaas, dat hebben we net niet. Tijd om weer lekker even te Netflixen. Als jullie nou een goede aanrader zijn, want ik Netflix de laatste tijd echt lekker veel. Gewoon lekker op de bank even chillen. Laat dat zeker even achter in de reacties. Want ik hou namelijk altijd van series, ook over natuurrampen voornamelijk. Dus als je nog leuke dingen wil. Oh ja, vliegtuigen, moorddingen. Zeg maar echt van die heftige dingen, daar hou ik van. Niet dat poeslieven gebeuren allemaal, dat hoeft allemaal niet hoor. Dat over koetsen en kalfjes. Of liefdesfilms. Of kerstfilms. Sorry jongens, daar heb ik echt hekel aan. Ik hou van actie, harde dingen. En ik hou echt van harde dingen. Dus laat maar weten. Ik ga lekker slapen. Jongens en meiden, dit was de vlog voor vandaag. Morgen om 5:30 komt er uiteraard weer een nieuwe vlog online. Ik ga lekker alle licht hier zo uit doen in huis. En lekker mijn bedje induiken. Want ik ben ontzettend moe. En ik heb echt nog steeds een beetje last van mijn keel. Dan praat ik niet te hard. Dus jongens en meiden, bedankt voor het kijken. Tot morgen. En dan zeg ik nu. Later.